1, schooljaar 2011-2012, het schoolexamen over radioactiviteit. Wij gaan in deze webles de eerste drie opgaven van het SE bespreken. En de eerste twee opgaven gaan over een bundel protonen die worden afgebogen met een magnetisch veld. En er is een plaatje van gegeven en daarin is aangegeven de richting van de snelheid van de protonen en ook de richting in welke kant ze afgebogen worden. Vraag 1 is redelijk kort en bondig. Geef aan in welke richting het magnetisch veld moet staan in het plaatje. Wil het proton naar links afbuigen? Hierbij heb je natuurlijk de linkerhandregel nodig. En je hebt nodig het inzicht dat twee van de drie richtingen bekend zijn. Want V staat in de tekening. Die staat schuin linksboven. En ook de richting van de kracht is bekend, want die moet deze kant op staan. Want het deeltje buigt naar binnen af. Hij buigt tegen de klok in, dus de kracht moet naar binnen staan van de cirkel. Dan pak je linkerhand vingers in de richting van de snelheid V. En dan moet je natuurlijk altijd even bedenken, hebben we hier te maken met positieve of negatieve deeltjes? Nou, het zijn positieve deeltjes, dus je hoeft verder niks te veranderen. Vingers in de richting van V, de duim in de richting van de kracht F. En als je dat doet, dan zul je zien dat je met de palm van je linkerhand de veldlijnen opvangt. De veldlijnen gaan dus het papier in, aangegeven door kruisjes. Vergeet niet op het proefwerk alleen de kruisjes te zetten. Je onderbouwt ook je antwoord, dus je geeft aan de linkerhandregel, je geeft aan de richtingen van V en van F en dan mag je opschrijven, hieruit volgt dan dat de veldlijnen, magnetische veldlijnen, papier inlopen. Vraag 2. De straal van de cirkelbaan die de protonen maken is gegeven en de straal is 3 meter en de vraag is nu, bereken de sterkte van het magnetisch veld B. Wil je die protonen deze bocht laten maken? Goed, nou dan moeten we eerst even zien. Wat geldt er hier? Er geldt hier natuurlijk dat er een Lorentzkracht op die deeltjes werkt. Want die deeltjes hebben lading en ze bewegen in een magnetisch veld. Dus dan heb je altijd de Lorentzkracht. En die Lorentzkracht is in deze situatie de middelpunt zoekende kracht. F Lorentz is F middelpunt zoekend. Voor allebei hebben we formules natuurlijk. F Lorentz is bij deeltjes B maal Q maal V moet gelijk zijn aan M maal V kwadraat delen door R. We kunnen het dan meteen vereenvoudigen. Deze V kunnen we wegstrepen tegen een van deze twee V's. En dan krijgen we dat er moet gelden in deze situatie dat B maal Q gelijk is aan M maal V delen door R. Nu gaan we eens kijken wat willen ze weten. Ze willen weten specifiek de grootte van het magnetisch veld B. Schrijven we even de formule om die hierboven staat. B wordt dan M maal V delen door Q maal R. Als we nu eventjes goed kijken, dan zullen we zien dat V gegeven is. Die is 9 miljoen meter per seconde. R is ook gegeven, die is 3 meter. M is de massa van het proton, tabel 7 van de BINAS. En Q is de lading van het proton, de elementaire lading, ook tabel 7 van de BINAS. Dus we weten alle vier de gegevens, hoeven het alleen nog maar in te vullen. Nou, dat ga ik even doen. De massa van het proton is 1,67262 maal 10 tot de macht min 27. V was die 9 maal 10 tot de macht 6. Onder de streep staat de lading van het proton. Die is 1,602 maal 10 tot de macht min 19. En de straal van de baan die ze doorlopen, die is 3. Als je dit netjes uitwerkt, nu is het alleen maar rekenmachinewerk natuurlijk, dan komt er uit, ik zal het even hier opschrijven, een grootte van het magnetisch veld B van 3,1 maal 10 tot de macht min 2. Nou, de eenheid van magnetisch veld was Tesla. 3. 3 is ook eigenlijk een redelijk recht toe recht aanvraag die je vaak kunt verwachten. En die eigenlijk ook helemaal niet zo moeilijk is. Ze zeggen, we beginnen met de stof Ru94.
En die is onstabiel. Deze kern vervalt onder uitstraling van alfastraling. Bepaal nu welke stof je overhoudt. En dat is gewoon niks anders dan de vraag. Noteer de vervalreactie van Ru94. Ru94, dan moet je even opzoeken. Ru Rutherfordium, hoeveel protonen er in de kern zitten. Wat is de lading van zo'n atoomkern? Dat blijkt 44 te zijn. Massa 94. Dan moet gelden dat er aan de andere kant twee deeltjes komen, waarvan we de 1 zeker weten. Dat is alfa deeltje. En die heeft een massa van 4 en een lading van 2. Plus een onbekend deeltje. En daarvan weten we dat de massa moet zijn 94 min 4, 90. En de lading 44 min 2, 42. Moet je even opzoeken in de BINAS. Welke stof hoort er bij 42? En dat blijkt te zijn mobieldeen. MO.